Op zich moet het voor jou toch niet heel verwonderlijk zijn om de oudste te zijn binnen een gezelschap. Want normaal gesproken sta je voor de klas. Ja, ja, en dat dacht ik ook. Van, nou, voor het publiek staan was ik een beetje gewend. Ja. Alleen dan met een heel ongemotiveerd publiek. het is echt wel een verschil. Maar goed, daar put je natuurlijk ook wel inspiratie uit. Hoewel, soms is het ook wel denk je van... ik weet dat ik vorig jaar begon, eerste les. Ik geef notabene ook nog hier in Den Haag les. En ze stellen veel persoonlijke vragen. Dus ik kwam binnen in die klas en meteen al... ik had echt mijn naam nog niet op het bord geschreven. Echt. Bent u eigenlijk getrouwd? Het was net uit met een relatie. Ik zeg, nee. Heeft u een vriendin? Nee. Nee, homo. Ben je een homo? En toen meisje, heeft u kinderen? En ik zeg, nee, ik heb ook geen kinderen. Meteen hoor je achterin al, bij sommige mannen werkt het zaad niet. Dat je, hey, ho. En toen nog een arm, dat was allemaal binnen een minuut van het eerste les. En de meisje zegt, meneer, dus u heeft geen vrouw en geen kinderen? Ik zeg, nee. Ik zeg, ja. Vindt u dan niet erg als u doodgaat dat er niemand bij uw graf staat? Nou, en dan moet je nog beginnen. Hè. En dan, Hallo, ik ben Frits Hoefnagel. Vond jij de video nou ook zo leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en abonneer je gelijk even op ons YouTube-kanaal. Doen hoor! Heb je het nou al gedaan?